zit nu in een soort coupé. Ja, het is eigenlijk een stilteruimte, maar ik zit hier alleen, dus ik mag gewoon praten. Eerste klas. Nou, mijn business card zegt dat dat mag. Hartstikke leuk, maar ik dacht dus net dat ik was vergeten in te checken en toen kwam dus controle. En toen schrok ik een beetje. Dat ik had zoiets van, god, zou je net zien en dan controle krijgen als ik een keertje niet heb ingecheckt. Maar mijn kaartje ging op het apparaatje en hij zei, oké, dankjewel. En liep weer weg. Ik dacht, nou, dan zal het wel kloppen. En toen ben ik uiteindelijk op Gouda, moest ik overstappen. En toen heb ik eventjes uitgecheckt, dacht ik. En toen stond ga ik op ze nog inchecken. En toen stond er dus uitchecken of uitgecheckt. Dacht ik van, hè? Ik heb wel ingecheckt, dus ik heb opnieuw ingecheckt. Dus ja, nu snap ik er helemaal niks meer van. Maar ik neem aan dat het dan nu goed gaat. Zo vaak ga ik dus met de trein. Maar ik zit nu echt in een hele gave coupé. Wil even laten zien. Tof, hè? En dus ik was helemaal alleen en ik ben nu dus onderweg naar Rotterdam, Alexander, en dan ben ik zo meteen eindelijk thuis. Wat ik eigenlijk wilde vertellen, ik heb dus vanmorgen een lezing gegeven op het ID-college op MBO. En ik ging dus wat meer vertellen over het schrijfproces, over waar je inspiratie vandaan haalt en waar je hoe je verhaallijnen bedenkt, hoe je personages 3D maakt. En ik had een stukje over napublicaties, wat gebeurt er wanneer je boek uit is, hoe gaat het met promotie, wat kun je zelf doen met social media. Een stukje over recensies, ook al hoe ontvang je een recensie als auteur. Hoe ga je ermee om? Maar zij moesten ook in dat blok leren hoe je een recensie schrijft. Dus daar hebben we het over gehad. Toen moesten ze ook een recensie schrijven van een boek dat ze net gelezen hadden. En daar kon ik wat tips over geven, aangezien ik zelf recensent ben geweest en dat nu ook nog weer doe voor een video. En ze hebben een stukje van mijn YouTube kanaal mogen kijken. Ze hebben het verschil gezien tussen een gewone video op een booktube. En een vlog bekeken en dat was heel erg leuk. Ik vond het best wel lastig eigenlijk om voor een klas te staan. Ik heb dat natuurlijk nooit gedaan. Vroeger toen ik zelf op school zat, wilde ik eigenlijk liever weglopen dan een spreekbeurt geven. Dat werd alleen maar steeds erger en ik werd altijd misselijk als ik dat moest doen. En nu deed ik het dus eigenlijk gewoon omdat ik dacht van waarom niet? Ik kan best wel wat vertellen over mijn werk. Ik weet er aardig wat vanaf. En dan nog vond ik het lastig hoor. Maar het is gelukt en uiteindelijk heb ik nog een leuke groepsfoto gemaakt. En heb ik nog wat meer over vloggers gehad en over wie zij allemaal volgen en welke series ze kijken. Dus dat was hartstikke leuk. En ik ben dan nu bijna bij Rotterdam Alexander en dan kan ik uitstappen. En dan ga ik nog eventjes werken. Ik heb wel heel veel last van mijn ogen, dus ben ook niet opgemaakt. Ik heb alleen wat mascara op en ik durf het dus niet meer op mijn ogen te doen. Ik heb dus een oogontsteking alweer. En ik heb dus nu gisteren in één lens gelopen en daarna mijn bril opgezet, maar dat wilde ik voor vandaag niet doen. Ik moet even kijken zo meteen in de spiegel of het nog heel erg is, want ik weet het niet zeker, maar dit oog is eigenlijk ietsje kleiner dan het andere oog nu. Maar ik moet straks nog werken en ik ga vanavond nog weg, dus misschien dat ik mijn lens er gewoon maar inlaat. En vanavond weer een nachtje uit doe, maar ja, dat zie ik dan wel. Oh ja, en wat ik nog eventjes wilde vertellen, was ik nog helemaal vergeten om in een vlog te vertellen, is dat de tweede druk van Hij is van mij eraan komt en daar ben ik heel erg blij mee. Gisteren kreeg ik dat te horen, dat de eerste druk dus uitverkocht is. En dus binnenkort ligt de tweede druk in de boekhandel. Dus iedereen heel erg bedankt voor degenen die het hebben gekocht. Daar ben ik echt heel blij mee. En bedankt voor alle leuke recensies en reacties. Doen. Naast de correctie deadline van deze week kan eruit. En hoe mooi die is. En als ik al deze kookboeken zie trouwens, dan heb ik ze. We hebben ook een kooktafel en een tuintafel. Tuintafel? Ja, heb ik niet gezien. Nu heb ik niet gezien. Oh, en deze heb ik bijna allemaal. Kun je die ook even op de filter? Ja.
Ook loopt een badje mee. Oh, wat leuk! Zo, dat is gaaf. Met dank aan de bloemenwinkel aan de overkant, want die heeft de kipjes en de. Oh, een warme vrouw. Ja. Welke tafel wil je nog meer laten zien? Deze, dit is zeg maar ons kookthema. En we hebben nu zo. Een gedeelte van Jamie Oliver. Ja. Oh nee, leuk, dat hè? Meen je niet. Ja. Oh, dat betekent dat ik weer blut ga worden. Ja, en als je nu voor 10 euro spullen koopt, nou zijn helaas boeken uitgezonderd, maar dan komt dat je daar geen acties mee mag voeren. Dan krijg je een kaartje waar je 25% korting op het diner naar keuze kunt krijgen. Vandaar dus de kooktafel, want dat is het thema. Oh, dat vind ik echt leuk. Ik ben echt gek op Jamie. Jamie is lekker eten. Lijkt. Nog meer leuk nieuws. Woensdagavond 6 april sta ik in het Betty Asphalt Complex in Amsterdam. En dan mag ik meedoen aan de Hebban.nl Proza Pitch. En dan mag ik dus in 2 minuten tijd over Hij is van mij vertellen. Dat is dus eigenlijk een wedstrijd. En wie er wint, die komt dus in mei terug en die zit dan in de uitzending. En nu ik toch bezig ben, ook nog eventjes deze gave foto. Blanche, ik ben eventjes dat aan het laten zien in mijn vlog, oké? Laat nog even deze foto zien. Eerste druk september 2015. Tweede druk maart 2016. En de Bruna, echt gewoon de Bruna, heeft dus een blog geplaatst over booktubers. Nou, daar ben ik er één van. Blanche, hallo, ben aan het vloggen. Die vertellen over hun hippe hobby. Nou, dat is echt hartstikke leuk. Booktuber, daar hebben we hier Florina. En die heeft echt een heel leuk filmpje ervan gemaakt. Cinderella heeft een leuk filmpje gemaakt. En ik heb een filmpje gemaakt. En hier zeggen ze dus ook, even kijken hoor, daarna Sjoep Thijs, heb ik misschien wel eens gehoord, voor haar zijn boeken niet alleen maar een hobby. Want ze schrijft zelf populaire young adult boeken, bijvoorbeeld de young adult thrillers Hij is mij en Blindelings. Deze Rotterdamse booktuber weet dus precies wat jongeren willen lezen, zien en horen. Daarnaast floreert ze bij de adrenaline die de deadline stress haar geeft. Dus komt het haar vast goed uit dat we haar vroegen om dit filmpje te maken. Dus hebben we dus apart allemaal een filmpje gemaakt. En ik zal even een stukje laten zien wat er bij mij is. Hoi, ik ben Sjoep Thijssen en ik ben een booktuber. Ik heb een YouTube kanaal waarop ik booktube en vlog. En ik wil je vandaag meer vertellen over mijn YouTube kanaal en wat booktuber nu precies is. En dan moet ik eventjes zoeken op mijn Facebook pagina. Ik wil er nog iets laten zien. Er staat trouwens een nieuwe vlog online. Deze vlog, een rap zonder rap en naar de kapper. Die staat net online. Dat is weer de booktube op Bruna. Tutorial time management thuiswerken. Maar dat zoek ik allemaal niet. Tweede druk zoek ik ook niet. Zul je net zien dat ik het niet kan vinden. Dat is echt heel erg leuk. Oh, wacht, ik heb het. Bij boekhandel Haanspeek zult het natuurlijk. Het gaat om vrijdagavond 15 april. Dan is er dus een young adult avond in de winkel. Met verschillende auteurs, workshops, een boekpresentatie, verloting van boeken, fotoshoot en een goodiebag. En hey, sta ik daar nou op aanwezig? Ja, dat klopt. Want, dan ga ik eventjes. Oh, dit is lastig jongens. Dit is niet makkelijk. Even kijken. Want een van de aanwezige auteurs, dat ben dus ik. En verder hebben we Jan Minkman, Patty van Delft, Maren Stoffels, Esther Walraven en Mirjam Bruistens. Het begint om 7 uur. Entreeprijs is 5 euro. Dat betekent dat je een consumptie krijgt en een goodiebag. Om 7:15 begint eerst de boekpresentatie van het nieuwe boek van Jan Minkman. Van Jan Minkman. En er zijn workshops. Er zijn een nieuwe bijgekomen. Die heeft gedichten schrijven. Heeft de workshop bloggen. En er zijn ook 2 al vol. De schrijfworkshop Show Me en schrijfworkshop Alle Beginners Moeilijk. Er is een fotoshoot. Je kan alleen op de foto met iemand die je bij je hebt. Of met je favoriete auteur. Wil je bij mij op de foto? Dan kan dat natuurlijk. Een verloting van diverse boeken. 10% korting op Engelse boeken is ook erg leuk. Nou, een goodiebag. Het is wel handig om even te reserveren via dit mailadres. Want dan weet je zeker dat er genoeg goodiebags klaar liggen. En misschien zie ik jou dan vrijdagavond 15 april wel in boekhandel Haasbeek in Alphen aan de Rijn. Weet je, ik ben gewoon heel blij met alle ontwikkelingen van deze week. En er zijn gewoon hele leuke dingen gebeurd en het lijkt wel alsof er een stijgende lijn is. En ik heb echt verschrikkelijk veel opdrachten, een paar grote opdrachtgevers erbij. Een oude opdrachtgever waar ik gek op was terug, waar ik 2. En ik ben gewoon heel erg blij. Even lekker een stukje lopen. Lekker in het park. Met Cosmo. Ik heb mijn witte Nike's aan, want die lopen zo lekker. Oh, sorry Cosmo. Hoi. Hey Cosmo, ga je zwaaien? Nee? Oké.
echt heerlijk buiten en de zon schijnt. Het is eindelijk een keertje lente. En volgens mij is het echt maar één dag lente of zo. Maar ik moest eventjes naar buiten. Ik moest even eruit. Nou, straks ga ik lekker naar de stad toe met mijn moeder. Mijn eigen stadje. Ja toch, niet dan. Lekker naar Rotterdam. Dus ik woon al in Rotterdam natuurlijk. Maar ik ga even naar de markthal. En mijn moeder is er nog steeds niet geweest. En ik ben er één keertje 5 minuten geweest. Ben ik er heel snel uitgerend. Dat ik het zo druk vond. Maar het is nu best wel lekker. Dus straks eventjes lekker de stad in. Ja. Ik ben afhoog. Ja, ik ga daar niet in. Ja, ik denk volgende week met Shai. Ja. 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 Ik ben hier ook aan de markt geweest. Een halletje hoor. Wat? Het lijkt me meer op een halletje. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja, het is gewoon overdekt. Ja, is dat ook. Hier, Jamie's Italian. Oké. Oh, lekker. Die had ik vroeger vaak, baby Gouda. Oh ja, hij was terugkomt. Pannenkoek, hè, dat weet je. Garlic. Ja, weet ik. Mostertjes. Ja. Oh, lekkere groenten. Ja. Wel heel lekker uit, ja. Oeh, asperges. Deze aardappelslaan is er ook lekker uit. Ja, heel leuk. Nou, het is toch meer de Donut Express. Oh, het ziet er lekker uit. Italiaanse nachos, ravioli gevuld met verschillende soorten kaas. Yum. Je kent deze camera toch wel? Paastafel voor de paasbrunch. Heeft mijn moeder allemaal gedaan. Kijk wel lekker. En dat is Cosmo die weer blaft. Nou, zoals jullie hebben gezien is het dus vandaag Pasen. En ben ik bij mijn ouders thuis. Mijn moeder heeft echt weer echt van alles heerlijks gemaakt. Ik denk dat dit een mooi moment is om de vlog af te sluiten. Maar wil ik nog wel eventjes één dingetje zeggen. Ik zit nu op de 147 abonnees. En gisteren bedacht ik ineens iets. Ik heb heel veel boeken in mijn boekenkast staan. En nou ja, dat sowieso. Maar boeken die ik niet per se hoef te houden. Ik heb beneden in de berging. Dus bij mij beneden, niet hier. Heb ik een vuilniszak vol staan met boeken. En dit gaat om recensie-exemplaren die ik ooit heb gekregen. En of present-exemplaren van de boeken die ik gecorrigeerd of persklaar gemaakt heb. En nou ja, niet alles blijft in mijn boekenkast staan. Eén keer in de zoveel tijd kijk ik dit gewoon na. En doe ik een stapeltje weg. En nu dacht ik misschien leuk om die boeken te bewaren. Om nou ja, een soort weer beloningsactie te doen wanneer ik de 200 abonnees heb. Dus ik dacht, ik maak verschillende genre pakketten van die boeken. En ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel boeken ik van welk genre heb. Maar daar moet ik nog even naar kijken. Maar misschien kan ik een young adult genre samenstellen. En een chick lit genre, thriller genre, non-fictie. Dus daar moet ik nog eventjes naar kijken. Daar kom ik nog op terug. Ik zal er nog even een aparte video van maken. Om dan ook de pakketten te laten zien. Maar sowieso bij 200 abonnees ga ik dus weer iets weggeven. En dan dus niet mijn eigen boek. Maar dan een echt een pakketje boeken. En dan mag jij kiezen welk genre je het liefst wil hebben.
En natuurlijk er nog leuke goodies bij. En nou ja, dat komt dan pas daarna wel. En het is gewoon om jullie te bedanken dat jullie in zo'n korte tijd me allemaal zijn gaan volgen. En dat jullie mijn video's kijken. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Daarnaast kom ik ook wel achter dat ik het weekvloggen wel leuk vind. Dus niet alleen als ik naar een evenement ga. Maar gewoon sowieso dat ik bijna elke dag wel iets vlog. Dus dat wil ik vaker gaan doen. Misschien dat er elke week dus één gewone video online komt op de woensdag. En dan op vrijdag een weekvlog. En jullie hadden al aangegeven dat jullie dat leuk vinden. En ik zag veel duimpjes omhoog. Dus ja, het lijkt me wel leuk om dat te doen. Ik ga even zo zitten, want ik krijg een beetje een lamme arm. En op mijn website had ik eerst de maandelijkse vlog. Dus met foto's. En daarna werd het wekelijks. En dan ben ik er teruggegaan naar maandelijks, omdat ik het iets te veel vond. Volgende week, of nou ja, waarschijnlijk staat het nu al online. Komt dan de vlog online van maart. En dat is een hele uitgebreide, aangezien het weer een hele maand is natuurlijk. Maar ik heb besloten dat dat ook gelijk de laatste is. Want en ploggen, en vloggen, en Snapchat, en Instagram. En ja, dat is misschien een beetje veel. En ja, vooral de vlog, denk ik, heeft weinig zin als ik ook Instagram en Snapchat zo wil gebruiken. Dus ik ga stoppen met ploggen. En ik ga meer vloggen dus. Dus meer weekvlogs erop zetten. Dat het gewoon een standaard wordt. Dat je woensdag gewoon een video hebt. En vrijdag een weekvlog. En daar stop ik ook gewoon de evenementen in waar ik naartoe ga. En is het een keer iets heel groots. Of ben ik een weekendje weg of wat dan ook. Dan maak ik daar natuurlijk een aparte vlog van. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Vond je deze vlog leuk? Geef een thumbs up. En ik zit heel erg ongemakkelijk nu. En vergeet je dus niet te abonneren. Vergeet niet dat ik dus bij 200 abonnees weer een cadeautje weggeef. En deze keer dus best wel een wat groter cadeautje. Echt een paar boeken en wat leuke goodies. Daarover binnenkort meer. Ik zal er binnenkort een video van maken. En nu ga ik de vlog dus echt afsluiten. Doei, bedankt voor het kijken.